Hallo, mijn naam is Joel Heijmans van sixpackworkout.nl en vandaag heb ik een fantastische leuke training op het programma staan, namelijk een krachttraining die jij gewoon vanuit huis lekker kan gaan uitvoeren. Deze training is zowel voor mannen dan wel voor vrouwen en eigenlijk is deze training een echte beginnerstraining. Dus heb jij nog weinig tot geen ervaring met sporten, dan is deze training precies wat voor jou. We gaan vandaag 4 oefeningen doen in 3 trainingssessies. En de 4 oefeningen bestaan uit de regular push-up op de knieën. Die gaan we 6 keertjes doen. En we gaan wat buikspieren doen. Dat gaan we 12 keertjes doen. En we gaan een wide grip push-up doen. Ook 6 keertjes. En we gaan nog een mountain climbers gaan doen. Die doen we ongeveer 12 keer. En dit hele setje, dat gaan wij 3 keer afronden vandaag. Ik hoop dat jij er net zoveel zin hebt om mee te doen met deze training als ik. Laten we snel van start gaan met de krachttraining workout van sixpackworkout.nl. Oké, de uitleg van de 4 oefeningen voor deze krachttraining. Misschien kan jij je alvast een beetje gaan opwarmen. Doe bijvoorbeeld een beetje je hoofd een beetje in te draaien, van de links en de rechts te kijken. Ja te schudden, je armen een klein beetje in te draaien. En dan ga ik even alvast de oefeningen uitleggen. We gaan beginnen met 6 keer regular push-up. En de regular push-up, dan staan je handen onder je schouders. En dan doen we 1 handje naar rechts, 1 handje naar links. Dus dan zijn je armen iets wijder. Wat je gaat doen, we gaan hem gewoon een knee push-up doen. Dat doen we op de knieën. En we gaan zorgen dat onze lichaam recht is. Ik zal een klein beetje draaien. Op deze manier. Dus dit gedeelte moet recht zijn. Waar je ook op moet gaan letten, is dat je armen iets indraait. Zodat je ellebogen iets langzaam of langs je lichaam komen. Dat is ook belangrijk, want dan doe je de push-up goed uit. Voer je de push-up goed uit. Dit is de regular push-up. Die gaan we 6 keertjes doen, dus zo meteen. Dus 1, 2 enzovoort. Dan gaan we buikspieroefeningen doen. En we gaan ons nu richten op de onderste buikspier. Je gaat plat op je rug liggen. Op deze manier. En wat je gaat doen is zorgen dat je je benen ongeveer 90 graden hebt. Op deze manier. Je legt je handen plat op de mat. En je doet je hoofd omhoog. Kijk naar het plafond. En wat we gaan doen, we gaan een opwaartse beweging doen. En weer naar beneden. Maar je raakt net de grond aan, maar je laat je voeten niet rusten. En wat we uiteindelijk gaan doen, is dat we onze heupen iets omhoog liften. En zorg weer dat die benen 90 graden zijn. Raak net niet de grond aan. Lift omhoog. En naar beneden. Deze oefening gaan wij 12 keertjes herhalen. Dan gaan we over naar de wide grip push-up. Net hebben we de regular push-up gedaan. Stond je handen onder je schouders. Klein beetje naar rechts, klein beetje naar links. Nu gaan we nog 2 stappen verder. Dus dat je armen iets wijder staan. Ook weer op de knieën, lichaam recht. En nu hoef je je armen niet in te draaien, want dat gaat een beetje moeilijk. En dan gaan we ook deze manier omhoog en omlaag. Probeer naar voren te kijken. Dus niet zo. Want dat heeft geen zin, want als we het op deze manier doen, dan zijn we eigenlijk niet bezig met push-ups. Probeer net met je borst de grond te raken en niet uit te rusten door te gaan liggen. Dit was de wide grip push-up, mountain climbers. Ook een fantastische oefening. Die ziet er als volgt uit. Gaat gewoon in de regular push-up vorm staan, zoals ik het net heb uitgelegd. In de plank houding, lichaam weer recht. En dan doen we de knieën zo diep mogelijk door de armen heen te krijgen. Dus je knieën probeer je zoveel mogelijk door je armen heen te krijgen. Ik zie ook heel vaak mensen mountain climbers op deze manier doen. Dat heeft niet zoveel zin.
doe hem gewoon rustig, op je gemak als deze moeilijk gaat. Ik ga wel een klein beetje in tempo zo meteen, maar laat je niet gek maken door mij. En doe hem op een juiste en correcte manier, dat heb ik veel liever. Dus zo, 1, 2, 3, 4. Die gaan we 12 keertjes doen, dus 6 keer rechts, 6 keer links. Ik weet natuurlijk niet in wat voor conditie jouw lichaam is. Ben jij nou een echte beginner? Doe dan gewoon rustig aan en probeer zoveel mogelijk mee te doen. Als je het niet haalt qua aantallen, stop dan gewoon en luister even goed naar je lichaam. Ben je iets gevorderd? Probeer dan wel alles uit jezelf te halen en gewoon mee te doen met deze training. Nou, ik weet niet of jij er al klaar voor bent of je ook al een beetje warm bent gedraaid. Laten we snel gaan beginnen met set 1 van de krachttraining van sixpackworkout.nl. Ready to push-up. Sta je klaar voor? Lichaam rechter, arm ingedraaid. Komt ie. 6 keertjes. 1, 2, blijf naar voren kijken. 3, 4, 5 en 6. Buikspieren. Benen 90 graden. Deze manier. Kijk of ik nog even in beeld ben. Ja, ik ben nog in beeld. 90 graden. 12 keertjes. Hoofd omhoog. Schouderbladen van de grond. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hou vol, 9, 10, 11 en de laatste 12. Yes! Wide grip push-up. Ga je even staan. Dat is de regular push-up. Op deze manier. Handen een stuk wijder. En we gaan. 6 keertjes. Hoofd naar voren. Rug recht. En let's go. 1, 2, 3. 4, 5 en 6. Helemaal top. Hoe gaat het tot dusver? Ik hoop dat het helemaal goed gaat. We gaan gelijk door naar de mountain climbers. Regular plank houding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hou vol. 11, 12. Yes, we hebben de eerste set afgerond. Kom even op adem, neem even een half minuut pauze of een minuutje. En als je iets langer nodig hebt, neem dat ook. Neem even een slokje drinken. Gaan we zo verder met set 2. Ik heb ook even een slokje water genomen. Ik hoop dat jij er ook weer klaar voor bent. We gaan gelijk door naar set 2. Regular push-up. Weer op de knieën. Handen onder de schouders. Klein stapje naar rechts. Klein stapje naar links. Armen iets indraaien. Hoofd omhoog. Lichaam recht natuurlijk. Hè. Gaan we. 6 keertjes. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Goed zo. Draai gelijk om. Hoppakee, benen 90 graden, schouders van de grond af. En dan gaan we weer die opwaartse beweging maken. Maar we gaan nu proberen, wanneer we de heupen opliften, om dan uit te ademen. Oké, let's go, 12 keertjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Yes! Oké dan, wide grip push-ups. Gaan gelijk verder. 3, 2, 1 en go. 6 keertjes. 1, 2, hou vol. 3 en 4. En 5 en 6. Oké dan. Mountain climbers.
Hetzelfde als een regular push-up. Handen onder je schouders, iets wijder. Nu gaan we iets sneller. Lichaam recht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, dit was set 2. Helemaal top. Neem even een half minuutje pauze. Ik neem ook even een slokje water. En wat ik al zei, heb je een minuutje nodig? Neem even een minuutje. En zet nu even de pauze op. Of zet nu even de video op pauze. Oké. Set 3 van de krachttraining workout van sixpackworkout.nl. Heb je er nog zin in? Ik wel namelijk. Ik hoop dat jij, net als ik, deze training lekker gaat afronden. En ook al ben je een beetje moe, laten we toch aan de slag gaan. Want we moeten het alles eruit halen en het maximale uit deze training halen. Oké, let's go. Regular push-up. Laatste ronde. Handen onder je schouders, klein beetje naar rechts en naar links. Armen indraaien, hoofd naar voren, lichaam recht. Bam, let's go. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Wauw, goed zo. Kom op. Blijf goed ademen. Benen 90 graden. Handen plat op je lichaam. Op de mat, sorry. Schouders van de mat af, hè? Kijk. Deze manier. Heb je extra spanning op de buik. En let's go. 12 keertjes. 1. En uitademen. 2. 3. 4. En 5. En 6. En 7. En 8. En 9. Hou vol. 10. 11. De laatste, kom op. 12. Yes! Oké. Laatste oefening. Mountain climbers. Lichaam recht. We gaan nu alles geven wat we hebben. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, goed zo. Oké, ik weet niet nog hoeveel energie jij over hebt. Maar laten we nog één bijzondere push-up gaan doen. Deze is een stuk zwaarder. Als je nog energie over hebt, mag je deze één keer proberen. Heb je zoiets van, ik ben er nu wel klaar mee? Ook prima. Ik ga hem even uitleggen. We gaan de handen, je duimen raken elkaar net. Dus op deze manier raken je duimen. En dan ga je met je schouders iets over je handen heen. En als ik naar beneden zou gaan, dan raak ik met mijn borst mijn handen aan. Ook weer lichaam recht. Kijken weer naar voren. Ben je er klaar voor? 6 keertjes. Kom op. Jij kan het. Let's go. 1. Goed zo. 2. En 3. Yep. En 4. Hoppa. Nog maar 2. Kom op. En 5. En 6. Yes. Hey, helemaal super. Ik hoop weer dat je wat gehad hebt aan deze krachttraining workout. En ik kan alleen maar nog maar zeggen, tot de volgende keer video van sixpackworkout.nl.